now. I guess. Helemaal mooi. Oeh! Zo, die deur die ging even dicht. Zeg, het is wel echt gezellig. Het is druk. En gezellig, ja. Het is leuk in de stad. Namens RET BOA team. Namens het BOA team, inderdaad. Dankjewel voor deze leuke kroon. Misschien komen we zo binnen de koninklijke familie nog wat tegen. Bij de evangelie. Zo, stel je voor, dat zou toch grappig zijn, of niet? Ja. Dat licht, het is zo... Ja, als je dan die camera met dat zonlicht, dat is echt niet normaal. Oh ja, kijk, trouwens, ik heb ook nog dit hier neergelegd. Een hele goede morgen allemaal en super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Naomi Muller. Ben je nieuw op dit kanaal? Vergeet dan zeker niet om te abonneren. Ja, ik sta hier met een flits op mijn gericht, omdat het buiten gewoon nog te donker is. Maar vandaag is het zover. Het is vandaag Koningsdag. Super leuk. De meeste mensen van jullie komen denk ik nu pas net thuis vanwege het feesten. En ik ga zo meteen al beginnen met mijn eerste dienst. Heb ik vandaag de koningstram, ja of nee? Ik zou het echt niet weten. Ik ga zo meteen beginnen vanaf Rumi's Kralingen. En ja, we gaan het zien daar of die er is of niet. Ja, het zou hartstikke leuk zijn natuurlijk als ik die vandaag heb. Want ik heb natuurlijk ook een bijpassende sjaal. En een bijpassende vlag. Deze leuke vlag. Ik heb... deze butter. En ik heb natuurlijk de leuke koningssjaal. Nog van de dag dat ik de tram ging presenteren. Dus ik, ja, alle spullen heb ik in ieder geval bij. Maar nu moeten we alleen de tram nog hebben. Voor het compleet te maken. Maar dat zien we strakjes. Ik ga nog even gauw verder eten. En dan zie ik jullie zo meteen bij de remise. Ik ben aangekomen bij Elise Kralingen. Ik loop toevallig nu langs de tram. Die staat hier al. Ik moet me even melden nog voorin. En dan gaan we het zo meteen zien. Of ik deze leuke tram mee ga krijgen vandaag. Dus ja, ik ben benieuwd. Kijk hoe leuk dat alle trams zo van die vlaggetjes op hebben vandaag. Is toch geweldig. Ik heb zojuist van de sturing dit gekregen. En oh, deze leuke button. Nu had ik jullie vanmorgen laten zien dat ik die al had. Maar dat kwam omdat ik die heb gekregen van Sebastiaan. Zoals sommige van jullie die wel kennen. Dat is een collega van de bus. Dus vandaar dat ik die al had. Maar het leuke, ik heb er nou twee. En dat houdt in dat de tweede, die ga ik weggeven als een giveaway binnenkort. Dus... dan kan iemand die winnen. Ik ben nou naar de tram aan het toe lopen die ik vandaag mee ga krijgen. En ik heb in ieder geval wel goed nieuws. Vandaag mijn sjaal bij me, zoals jullie al zagen, en het vlaggetje, dus het is gewoon helemaal match vandaag. Super gaaf. Zoals jullie net zagen is Thomas er ook. Thomas die vond het leuk om mij te filmen als ik de remise uitkwam. Dus daar gaan jullie ook nog een video van zien op zijn Instagram, denk ik, dat hij die gaat plaatsen. Ja, dus ik ga nu verder de tram even controleren en als ik dat allemaal heb gedaan, dan gaan we zo meteen beginnen aan ons dag. Vandaag heb ik lijn 8. Ik werk tot ongeveer 4 uur. Het wordt lekker druk vandaag in de stad. Lijn 8 heeft geen omleiding, dus ik ga lekker door het centrum. En wie weet, zwaaien wij nog dadelijk naar elkaar? Of in ieder geval, hebben wij naar elkaar gezwaaid, want deze vlog komt natuurlijk later online. Top, ik ga verder met de tram gereed maken.
ik ben bij de Kleiweg aangekomen. Ik reed net op, hoe heet die dijk daar? Kootskade. Iets voorbij Kootskade. Ik weet heel even niet hoe dat stukje heet er van Kootskade naar hier. Maar ik zag allemaal van die kraampjes. Mensen waren dat allemaal aan het opzetten. Dus het wordt echt een hele gezellige dag. En het is ook echt een leuke lijn om vandaag op te rijden. Want het is echt gewoon de drukste lijn. Want dit is de enige lijn die dus geen omleiding rijdt. Dus we gaan ja, gewoon overal dwars doorheen. Dus dat is echt leuk. En ja, het is zonsopgang trouwens jongens. Dus door het licht een beetje overbelicht ben ik. Maar super gaaf. Kijk hem nou. Die vlaggetjes ook erop. Ik kwam ook net mijn moeder tegen onderweg. Die was met de auto onderweg. En ja, die zag mij natuurlijk. Omdat je nu wel even wat meer opvalt dan normaal. Dus dat is echt heel grappig. Bij de Kleiweg hebben ze hier ook een vlag hangen. Kijk, daar zo. Echt leuk. Ja. De bussen hebben volgens mij ook allemaal vlaggetjes erop. Maar goed, we gaan. Het is natuurlijk gewoon een normale dienst. Oh ja, kijk, trouwens, ik heb ook nog dit hier neergelegd. Dat is de sjaal die ik toen heb gekregen met de presentatie. En zo'n vlaggetje erbij. Dus dat ja, maakt hem nog leuker. Oh, kijk daar in de verte mensen. Iedereen is ook echt in het oranje gekleed. Het is echt grappig. En het is leuk om te zien dat iedereen zo feest viert. En ja, het blijft natuurlijk leuk dat vandaag de koning naar Rotterdam komt. Dat maakt het voor ons natuurlijk allemaal wat specialer. Maar ja, dat dus. Ik ga nog even een paar mooie shots maken van deze trip. En dan is het alweer tijd om richting Spangen te gaan rijden. Ik ben benieuwd wat ik onderweg allemaal tegen ga komen. Het is nu nog vroeg, maar je ziet wel echt overal mensen lopen. En het is pas 8 uur, dus ik kan je nagaan als het dadelijk een uurtje of 4 of nou ja, een uurtje of 1 uur is. Echt leuk. Maar dit zijn ook allemaal van die kraampjes. Bij de Kijk, bij de Mauritsweg is dit nu. De Blaak. Dat is uiteindelijk ook de plek waar dadelijk de koning gaat lopen. Volgens mij, dacht ik. Bij de Blaak, ja, bij de markt al, dacht ik. Dus ja. Dat licht, het is zo... Als je dan die camera met dat zonlicht, dat is echt niet normaal. Goed, we zijn aangekomen bij Spangen. Eenmaal toen ik bij Spangen aankwam, waren deze trouwe fans er ook bij. En Nick, die was halverwege ook ingestapt, die gaat vandaag ook gezellig mee. Toch, Nick? Ja. Hij is helemaal gekleed. Met leuke vlaggetjes. Kijk, helemaal konings. Nee, jij! Niet de tram. Jij bent helemaal leuk gekleed. En hij had ook deze net gekregen, ja. Van een bestuurder, hè, zei je. Ja. Superleuk. Dus ja, we hebben hier nou even 3 minuutjes. En ik hoorde zo net van Thomas dat ik 45 minuten zo meteen pauze heb. 45 minuten. Goh, niet normaal. Nou, we gaan nog even een paar mooie shots maken van deze tram. En dan gaan we zo alweer vertrekken. 2 minuutjes. Ik moet wel zeggen dat het echt een mooie dag is vandaag. Ik had echt niet verwacht dat het zo zonnig zou zijn. Ja hoor, ga maar. Actie! Het is natuurlijk ook wel een mooi plaatje zo. Zeg, hier de zon staat wel een beetje... Ja, die zon die staat inderdaad. Moet die buiten staan, eind van de dag, is beter. Ja, maar goed, we hebben dadelijk ook wel. We hebben nog heel de dag. Ja, ik ga niet nog 14. Oh, echt niet? 15 graden. Nee. Hoeveel? 15. 15 graden, oh lekker. Nice. We zijn aangekomen bij de Kleiweg en ik heb hoeveel? 3 kwartier. 3 kwartier pauze. Hoe goed is dat? Hij staat wel nog hier achter. Dus zometeen moet ik hem nog even naar voren rijden. Ook al weet ik echt niet welke wagen de eerder gaat. Die of die? Deze? Oh. Beter. Beter, beter. Oké, ik moet zometeen een foto hebben. Wat voor foto? Voor mijn tram. Ja, die kunnen we maken. Wie gaat er van mij een foto maken? Ik ja? Nee, die vlaggetjes inderdaad, die zijn nu gedraaid. Dat is wel jammer.
Zo, kijk. Laatst gebruikte ik mijn camera om te zien welke wagen er stond achter in de remise. Ik stond helemaal voorin en ik pak echt zo mijn camera en ik ga zo inzoomen, weet je wel. Ja, die ja. Ik denk, nou, dat was echt ideaal. Dus hoe hebben jullie het ervaren, de rit? Ging het goed? Ja. Oké. Was het niet druk? Nee, hè? Het viel volgens mij wel mee qua drukte. Ik kan er moeilijk over meepraten. Ja, jij was met de fiets mee. Ja. Misschien komen we zo meteen de koninklijke familie nog wat tegen. Bij de evangelie. Zo, stel je voor, dat zou toch grappig zijn, of niet? Ja. Ik vind het zo jammer dat ze niet die tram gewoon presenteren aan de koninklijke familie, weet je. Ja, dat vind ik ook wel. Waarom zet je deze wagen gewoon niet, weet ik, voor op een mooie bij Willemsplein, weet je? En dan komen ze daar uit die bootjes en dan gaan ze een stukje mee met die wagen en dan rijden ja. Omlaag. Ja. Nou, bij Oostplein weer keren en dan ja. Bij je spreken, weet je wel. Klopt. Veel leuker. Nou, weet je wat het ook is? Kijk, het is natuurlijk allemaal met beveiliging. Dus alles wordt van tevoren al met beveiligers, wordt dat helemaal klaargemaakt. En dan moet je die tramwagen gaan afzetten. Ja, dan moeten we dadelijk allemaal beveiligers in die tram zetten. En dan inderdaad allemaal op het spoor beveiligers, voordat ze pas mee kunnen. Dus volgens mij is dat daarom of zo. Ze gaan lekker met de Audi. Gaan ze met de Audi? Ja, dat is toch een auto van de koninklijke familie. Oh, dat weet ik niet eigenlijk. Jij weet meer dan Naomi. Ja. Ik denk dat Thomas inderdaad meer weet dan ik daarover. Ja. Ja. Nee, wij gaan nog heel even wachten tot we die tram naar voren kunnen rijden. Ja, 0 minuten. Die gaat zo goed. Oh, weet je wat je kan doen? Mij filmen dan. Ja? Dan hebben we toch een soort Ja, doe ik in de kamer, dan moet ook deze filmen. Een soort, ja, maar jullie kunnen ook filmen, toch? Ja. Ik vind het prima. We hebben vandaag een gezellig groepje mee. Ja. Er is nog één. Ja, Sebastian is er ook bij inderdaad, maar die... Hij is overal en nergens. Ja, Sebastian is inderdaad overal en nergens. Alleen jullie filmen? Ja. Ja, oké. Ik ga even... Ja, ga jij daar naar voor? Nou, jullie gaan de camera overnemen en dan kunnen jullie filmen dat ik de tram naar voren ga rijden. Toen gaat die deur gewoon dicht en dan krijg ik hem niet meer open. Nou, Nick, je ziet er nog steeds heel leuk uit zo. Ja. Jas zo uit, Jas. Nou, ik vind het nog steeds koud, eerlijk gezegd. Zo staat hij er wel heel mooi bij. Lukt het, Nick? Ja hoor. Als jij uit die hoek staat, dan moet ik een beetje zo staan. Ja, maar het is dat zeg maar daar helemaal boven, dat is heel vervelend. Zo. Maar lukt het wel zo? Ja. Zo is wel goed, toch? Top. Maar je telefoon die past natuurlijk automatisch. Heb geen aanrijding gehad? Ik ga daar niet op antwoorden. Tegen een auto. Ja, hij zegt het. Ja. Wat gebeurde er net? Ik wou niet op. Dus we wouden blijkbaar inhalen, zijn moeder. Ze kwam ze tegen die deur aan. Maar ze wilde ons inhalen of zo? Nee, ze wou de moeder inhalen met de fiets. Oh, ze wilde de moeder met de fiets inhalen en toen? En toen race ze dus tegen een auto aan. Zometeen zie je die deur wel. Gewoon rechte streep. Mijn god. Bijzonder. Ja, hij stond echt zo achter mijn deur. Hij zegt ja, dat meisje rijdt volgens mij tegen een auto aan of zo, zei je toch? Ja. Ah, ik weet niet. Maar er was niks aan de hand. Nee. Dat kan gebeuren. Zonlicht. Maar ja, dus dat. Verder, wat gaan we nog doen? We gaan vandaag rijden. Ja, ik zit nu net te denken, misschien is het leuk om beauty shots te maken van die wagen. Wat voor shots? Beauty shots, zo noem je dat. Gewoon van die in-zoom shots en dan mooi langs die wagen. Zo. Ja, dat is goed. Ja. We hebben hem heel de dag, dus dat kan. Nee, ik ben momenteel even live op TikTok. Hi allemaal. En wij moeten eigenlijk alweer gaan vertrekken. Dus
De kunst is om nu richting Sparta te gaan. En eigenlijk vind ik het wel leuk om bij Sparta even een paar mooie shots te maken bij het kasteel. Toch? Ja. Gaan we doen. Nou, op naar Sparta. Het is hier lekker druk. We zijn nu bij de Bergpolderplein. En ja, hier staan allemaal van die tentjes. Superleuk. Oké, net zag ik dus in de stad zag ik een kraampje met allemaal van die kroontjes. En ik dacht, oh, dat is echt super leuk zoiets. En toen dacht ik bij mezelf, ziet er echt leuk uit, iedereen zo met die kroontjes. En toen kwam er net een hele lieve collega naar mij toe bij de halte Leuvenhaven van de BOA's. En zij gaf mij dus dit leuke kroontje. Kijk hoe leuk, echt super gaaf. Dus die ga ik straks opzetten. Dus super bedankt hiervoor, echt leuk. Super leuk. Dus wat gaan we doen? Ik ga hem opzetten. Ik ga hem even openmaken. Namens RET BOA team. Namens het BOA team inderdaad. Dankjewel voor deze leuke kroon. Zo. Zit hij zo goed? Ja. Ja. Voilà. Kijk, zo staan we. Zo zijn we eigenlijk alle twee hetzelfde. De tram en ik hebben alle twee een kroon. Echt super leuk. Ja, hij staat wel goed. Toch? Ja. Het ziet er echt uit alsof je... ja, weet ik veel. Wel een kroon door de stad, maar het is wel leuk. Hij blinkt echt mooi in de zon zo. Dus deze ga ik lekker ophouden. Ja. Wij gaan nou weer weg, want ik heb nog maar een minuutje. En dan bij de Kleiweg gaan we iets heel lekkers eten wat ik heb gehad van iemand. Toch, Adil? En dat zien jullie zo meteen. Echt leuk allemaal van die motortjes door de stad. Ik moet zeggen, het is wel echt gezellig. Het is druk. En gezellig, ja. Het is leuk in de stad. Maar goed, dat is het eigenlijk altijd wel. Alleen vandaag is het toch een soort speciale dag, hè? En hier is het nu ook nog druk. Het wordt steeds drukker natuurlijk, want vanmorgen had ik een vroege dienst en nu is het alweer 11:30. Dus zo zien we weer. Nou, we zijn er weer bij de Kleiweg. Nick die is trouwens net naar huis gegaan, dus die is er niet meer. Ja. Ik wist eigenlijk niet dat hij wegging. Maar ja, Nick is dus naar huis. En we hebben deze lekkere tompoesen gehad van Adil. Dankjewel. Alsjeblieft. En ja. Eet ze niet allemaal op. Ja, nou. Nee, ik denk niet dat ik ze allemaal op ga eten. Dat gaat hem echt niet worden. Ik kan proberen, maar morgen ben ik bij. Ja, dat weet ik wel zeker. Dus ja, wij gaan het even lekker eten. Want we hebben nu... een half uurtje pauze. Zeker. Zo, en dan gaan we even zo een close-upje maken. Het ziet er wel heel leuk uit. Zo. Koningin, de oom. Nou, ik vind hem echt leuk staan. Dat ding met die glitters. Ja. KLM. De tompoesen waren lekker. Ik heb er eentje op. En we hebben er nog drie over. Er was net een passagier, die heb er ook nog eentje op. Dus... lekker. Ik heb wel een stuk tompoes laten vallen. Oh. Die ligt daar. Die ligt daar. Dus als jullie bij de Kleiweg komen en jullie zien een stukje tompoes, dan ben ik dat geweest. Maar ja, dus dat. Ik heb nu nog een klein kwartiertje. En dan gaan we zo meteen weer richting Spangen. Daarna heb ik ook nog 40 minuten pauze. En dan is het alweer bijna gedaan voor vandaag. Ja. Naar huis met tompoes. Naar huis met de tompoesen. Wat eten we vandaag van tompoes? Tompoes. Ja, ik heb nog 3 tompoesen over. Hoe gaan we dat doen? Dat is voor jou. Jouw fans gingen weg, dus ja. Ja, inderdaad. Nick die was weggegaan, ja. Dus die zou er ook eentje krijgen. Maar helaas. Kijk, die gaan ook naar Koningsdag. Allemaal hartstikke leuk, gezellig. Hey, ik ga stuk, nou nee.
Zie je? Is er toch iemand blij met mijn tompoes? Die vogel. Maar ja, hij heeft dus een stukje tompoes gegeten. Nice, hoor. Kijk, die kleine mug erbij, alles. Lekker man, lekker. Nee, het is alweer tijd om te gaan vertrekken, dus ik ga alweer mijn spulletjes even in de cabine leggen en dan gaan we zo meteen weer onderweg. Ik ben benieuwd wat we onderweg gaan tegenkomen allemaal. Kijk eens wie we daar hebben. Hallo. Sebastiaan, hoe is het met jou? Ja, goed en met jou. Kijk eens. Wat heb je? Kroontje. Ik heb al een kroon, nog een kroon. Kijk, oh shit, oeps. Ik laat hem vallen. Ik pak hem zo wel. Kijk hoe druk het hier is in de stad. Nou, dichter bij de koning dan dit ga je niet komen. Het is echt druk. Je hebt hem net gemist. Waar dan? Hier zo. Heb ik hem gemist? Ja. Nee. Ja. Echt? Ja, ja. Hoe heb ik hem gemist? Ja, te laat rijden. Ja, dat komt niet door mij. Potjan, sorry. Leuk, want als het zo druk is in de stad en dan ben ik met deze tram natuurlijk bijvoorbeeld bij Beurs aan het rijden of bij Lijnbaan en dan zie je zoveel mensen die gewoon even de telefoon pakken en gauw gaan filmen en omdat ze gewoon die tram zo mooi vinden. Het is echt leuk en ik moet ook eerlijk zeggen, het is echt allemaal heel leuk georganiseerd vandaag in de stad. Het gaat allemaal goed, het gaat best wel vloeiend, er is niks raars aan de hand, dus eigenlijk best wel heel erg positief hoe het vandaag allemaal gaat. Ja. Ik ga even mijn broodje opwarmen, want ik heb deze nog van Sebastiaan gehad. Dan moet ik nog steeds even eten. Kijk, heerlijk broodje van de Subway. Ik heb daar nog de andere helft liggen. Maar ik vind het echt altijd... Zo'n hele kan ik echt niet gelijk op. Dus eerst een halfje. Als ik dat trek, dan neem ik nog de tweede erbij. Dus ik ga even lekker eten. Zometeen moet ik alleen nog naar Spangen. En dan van Spangen moet ik bij Centraal Station alweer eraf. En dan is de dag alweer voorbij. Ja, ik kijk nu naar die tram. Als ik hem zo in de verte zie, is die gewoon echt leuk. Ik vind die kleur gewoon zo leuk. Ik hou van oranje. Maar nu ga ik lekker eten. Echt, het laatste rondje was zo druk. Maar ik ben nu bij het Kruisplein. Ik ga zo meteen bij het Centraal Station ga ik eraf. Maar ik ben nu zelfs nog plus 10 minuten. Maar dat is gewoon puur omdat het gewoon druk is qua mensen. Maar het was wel leuk. Dus ik ga zo meteen de wagen weer afgeven. En dan blijft hij nog wel rondrijden in de stad tot vanavond laat. Dat wel. En kijk eens wie we daar hebben. Ik ben ook weer lekker thuis. Bella is er weer. Die blij is dat ik er weer ben. Toch Bel? De caviaatjes zitten er weer helemaal klaar voor. Hi Teddy. Oh. Hi Ted. Dus al met al een leuke dag. Alles is vandaag ook echt heel erg goed gegaan. De allerlaatste rit werd echt druk in de stad. Toen was ik ook even plus 10 minuten zoals jullie zagen. Daar kan je verder niks aan doen. Het is gewoon druk. Heel veel mensen. De tram zat bomvol. Jullie weten het wel. Maar ja, niks verkeerds verder eigenlijk. Het was leuk. En ik ben echt onwijs dankbaar dat ik vandaag deze tram heb mogen rijden. Ik vond het gewoon super gaaf. Nogmaals met de passende sjaal erbij, dat maakt het natuurlijk ook af. Ja, daarom bedankt iedereen van de tram dat het allemaal zo is gelukt. Leuk dat ik toch in die tram heb gereden. Ja, het was een geslaagde Koningsdag vind ik. Zoals ik net zei, ik ga nog even de stad in. Niet veel geks doen, ik ga gewoon even lekker rustig zitten daar, kijken naar mensen. En that's it. Dan ga ik weer op tijd naar huis, want ik moet morgen vroeg weer beginnen met werk. Dus... ik ga me klaarmaken. Maar ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Laat nog even in de comments weten wat jullie ervan vonden. Hoe hebben jullie Koningsdag ervaren? En dan lees ik dat terug. Zijn jullie nog niet geabonneerd? Abonneer dan snel op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Nou, doei doei!